Yo kijkers van Wesker Games, welkom terug bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video hebben jullie, zoals jullie in de titel kunnen zien, Kingdom 1 doen. En het is een tijdje geleden dat ik iets heb geüpload op Wesker Games en dat weet ik. En ik kan wel allemaal smoesjes verzinnen van, ja ik had dit en dat te doen, maar het is gewoon zo, ik heb heel lang geen motivatie gehad. En dat is een beetje lullig, want ik had ook mijn examens, dus in principe zit er wel iets tussen van hierdoor kon ik niet uploaden, want mijn examens zijn gewoon echt belangrijk, zeg maar, en daar wou ik me wel echt een beetje op focussen. Dus dat heb ik toen gedaan en ik ben geslaagd, dus dat is helemaal voorbij. Mijn school is nou klaar, ik heb de komende 3,5 maand ben ik vrij en ik kan me nu dus weer een beetje gaan focussen op YouTube. En nu Kingdom 1 weer is begonnen de laatste tijd, heb ik weer een beetje motivatie gekregen en daarom dus deze video. En deze video is meer even weer een update geven van hoe zit Kingdom in elkaar, wat is er veranderd, wat kunnen we verwachten, etc. Om te beginnen wil ik even laten zien hoe actief Kingdom weer is. Dit is om 7 uur in de avond en ik denk dat er nu ongeveer 30 man online zijn. Maar we halen in de middag makkelijk 60 man online en het is gewoon zo vet dat de hype weer helemaal terug is. En bijna iedereen is weer actief, heel veel Kingdoms in ieder geval, Lyord, Kantatribo, Yennava. Medusa is er, etcetera. Het is zo vet, de hype is weer helemaal terug. Er is zelfs al oorlog geweest met Khaleesi, Kantatribo en Yennava. Maar dat kun je allemaal zien op NLG, dat heeft Samal allemaal geüpload, helemaal mooi. In deze video wil ik jullie eigenlijk een nieuw deel van Antropia laten zien, want dit kennen jullie allemaal wel. Mochten jullie de rondleiding van dit stuk in Antropia nou willen zien, dan moet je even in de beschrijving kijken, want daar zal ik de video neerzetten. En dan kun je daar gewoon die rondleiding kijken, want wij gaan vandaag ergens anders heen. En dat is namelijk naar Empire Island. In de storyline van DDG hebben wij met David zijn wij naar Empire Island gegaan. Dat ligt hier in de buurt. Dat ligt daarachter ergens. Maar René, dus staat niet hoog. Dus dat kunnen we niet zien vanaf hier. En we hebben daar dus met Empire gevochten. Dat hebben we gewonnen. Nou ja, gewonnen. Hij is gevlucht. Na een paar seconden. En toen zijn we in die god een soort van andere god tegengekomen. Waarvan we nog niet echt weten wie het is. Maar we hebben toen wel dat eiland overgenomen. En nu heb ik dus gevraagd aan David een paar dagen geleden van, mogen wij hier iets bouwen nu, omdat het zeg maar van ons is, mogen we er een soort van outpost van maken. En dat mocht, dus we hebben er een outpost van gemaakt. Om even een beeld te geven van waar Empire Island ligt, zie je hier een screenshot van de Dynamap. Dat is dus Empire Island en om dat ook meteen even duidelijk te maken, iedereen in Kingdom heeft nou een Dynamap. Het is gewoon, al deze spelers die je ziet, die hebben de Dynamap. Omdat dat nou voor het openbaar is, voor de Kingdom spelers zeg maar. Zo kun jij dus een beetje het Kingdom 1, seizoen 1 gevoel terugkrijgen. Ik heb dat nooit meegemaakt, maar ik snap wel een beetje wat ze daarmee bedoelen. Wij gaan nu naar Entropia Island, heb ik het genoemd, op de sign alvast. Want ja, we kunnen het wel Empire Island blijven noemen, maar het is gewoon van ons natuurlijk. Dus Empire Island, of Entropia Island, wow. Holy shit, dit is sick. Toen ik hier voor het laatst was, was het zeg maar zo'n 3x3 gangetje. Maar Jonas zei dat hij ermee bezig was, maar ik had niet verwacht dit aan het doen was. Holy shit, wat massive ouwe. Ik dacht hij is dat hout in die muur aan het zetten. Want ja, weet je, dat is het makkelijkste natuurlijk. Maar hij is er een hele, en letterlijk een spoorlijn van aan het maken. Maar we pakken gewoon even een karretje. Oh, dat is jammer. Oh, grapje. We pakken een karretje. En dan hebben we die rails nog ergens. Nou kan ik geen afzet geven, zeg maar. Oh, 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 wat een drama. We gaan even een stukje lopen. Zo, even versneld, omdat de tocht naar Entropia Island niet zo heel interessant is. Het is zeg maar gewoon een tunnel en daar rij je doorheen. Kijk, daar kan ik dan niet echt laten zien, dat is echt useless. Maar welkom op Entropia Island, dit kennen we allemaal wel, want jullie kijken ongetwijfeld de storyline van David, als je naar mij kijkt in ieder geval. En dan hebben jullie dit allemaal al wel gezien en daarboven ziet, nee, dat kennen jullie ook nog wel. Laten we even beginnen met hier rechts. Nou, dus hier kom je uit zeg maar, bij die boten, daar kwamen wij er met David dan op en dan hebben we hier zo dus het spoor uit laten komen. Even om een beeld te geven. Antropia is aan deze kant van de berg. Nou, dus daar zo. Daarachter. Daar is Antropia. Wij gaan hier weer naar beneden.
hier hebben wij een soort van haventje gebouwd. Omdat wij vonden, zeg maar, dit was laatst dicht. Waar ik nu dit, in deze rij zo, dat was helemaal dicht met steen. En dit zat er al wel, deze kuil, dit gat zo. En dit was ook dicht. En toen had ik dus het idee om hier een soort van poort in te bouwen. En daar een poort in te bouwen. En dan heb je, zeg maar, een soort van rivier die dan door je berg heen loopt. En dat vond ik heel vet uitzien. En toen dacht ik van, nou, dan kunnen we hier ook wel een haventje bouwen. Want dan kunnen we, zeg maar, met een hijskraan, kunnen hier, zeg maar, een soort van vrachtschepen langskomen. Dan kunnen we met de hijskraan, kunnen we onze resources naar boven takelen. Dat vond ik allemaal wel een beetje erbij passen. En dat ziet er echt super vet uit, moet ik eigenlijk zeggen. Er moet nog een boot komen hier, maar dat hebben we nog niet gedaan. Nou, hier dan een paar decoraties. Dit was een mijn, dat is niet interessant om naar te kijken. Dan gaan we nou omhoog. We moeten deze vlaggen nog een keer aanpassen. Ik weet eigenlijk niet van wie die boten dan zijn. Want wij zijn het in ieder geval niet, rood. Wij zijn groen-wit en niet rood-wit, dus vandaar. Dan gaan we omhoog. En dan komen we hier uit. En dit is ook nog niet zo interessant, want dit is nog leeg. Maar hier gaan we ook nog bouwen. Een huis waarschijnlijk en een soort van muur hier zo aan de zijkant. Want hier kun je, zeg maar, naar beneden kijken zo. Dus mooi uitzicht vanaf hier. Een mooi verdedigingspunt. Daar zie je het al een beetje. Het ziet er heel klein uit vanaf hier, maar het is groter dan je denkt hoor. Even kijken. Nou, dit kennen we dan ook allemaal nog wel. Dit is de tunnel waar we toen met Dylan en met David naar boven zijn gerust, zeg maar. Door die mobs heen. Dat is eigenlijk nog niet zo heel interessant. En hierboven wordt het wel interessant, want vanaf hier zijn wij, zeg maar, begonnen met bouwen. We zijn pas net bezig, dus het is nog niet klaar. Zoals je ziet zijn die muren nog maar een beetje half. En ja, hier heb je dan een plateautje. Hier kun je dus op vijanden schieten, mochten die vanaf die kant aanvallen. Ja, die komen hier dus gewoon niet op. En dan gaan we even een rondje lopen, zeg maar, om deze berg heen. Want dan gaan we even hier naar boven toe. En dan kom je ook meteen uit bij die brug, zeg maar. Die kapotte brug waar ik toen 3 keer erheen ben gevallen. De eerste keer dat ik hier kwam, een paar dagen geleden, viel ik er ook weer meteen erin. Maar dat hebben we nou dichtgemaakt. Kijk, dus best wel, de brug is nog niet af. Even een tijdelijk bruggetje, zodat we er in ieder geval overheen kunnen. Hier stond een toren. Die was vervallen. Die hebben we dus weggehaald. Maar daar komt dus een nieuwe toren op. En daar komt misschien een toren. Maar dat weet ik nog niet zeker. En dan gaan we weer even terug. Want dit is niet meer zo'n interessant stukje. Nou, in ieder geval heb je daar nog dan die die hijskraan staan, die staat dus daar. En die kan dus resources ja, daar zo neerleggen. Alleen dan moeten we nog even kijken wat we er daarna mee doen. Want ja, anders ligt het ook nog op die berg daar. Nou, dan kom je dus binnen in dat gedeelte waar die ladder, die wenteltrap ooit zat. Die heb ik weggehaald gisteravond. Het was onhandig en het nam heel veel ruimte in beslag. In plaats daarvan heb ik hier even een ladder gemaakt. En dan kun je gewoon hiermee omhoog. Hier komt, zeg maar, de main toren, zeg maar. Je hebt het fort. En heeft een hoofdtoren, een hele grote, de grootste, zeg maar, van allemaal, die er een beetje tussenuit springt. Die komt hier, precies in het midden dus. En dan heb je hier een aantal bruggetjes naar de torentjes die daar dus naast staan. Alleen die moeten dus ook nog een beetje aangepast worden. Want die stonden er wel, maar die hebben we geprobeerd te bouwen. Maar dat is gewoon onbegonnen werk. Dus we moeten dat een keertje goed aanpassen. Die torens zijn niet zo interessant verder, dat is allemaal leeg. We moeten eigenlijk even hier beneden zijn, want hier is dus eigenlijk het binnenplein als het ware. This is where the magic happens. Nou, niet echt. Maar dit is wel waar we dus met z'n allen zullen staan, meestal. En dan heb je dus het uitzicht op dit gedeelte. Mocht een vijand dus zeggen van, nou, we nemen dit gedeelte over. Dat lukt ze. Ze rushen ons eruit. Dan vluchten wij hierheen. En dan kunnen ze het nog eens een keer proberen. En dan hebben we nog een kans om het te verdedigen. En hier hebben wij ook een perfect uitzicht op beneden, zeg maar. Kijk, hier kom je nooit naar boven. Kijk, jij kan aanvallen wat je wil vanaf deze kant. Maar als wij hier gewoon een boogschutter hebben staan, dan kom je al niet omhoog. Jij kan met een 1x1 torentje lekker omhoog bouwen, maar hij puncht jou eraf, je valt gewoon dood. Dus dat is best wel tactisch van deze plek. Dat was ook eigenlijk het grote idee, zeg maar. Ik zal even dit idee uitleggen trouwens. Het idee, zeg maar, van dit fort is om een soort van Fort Knox te maken. Fort Knox is, zeg maar, een fort ergens. Ik weet niet precies waar het ligt, als ik eerlijk ben. Maar het is echt zo'n ondoordringbaar fort, zeg maar. Het best beveiligde fort van in de wereld of zo. Ik weet niet, ik heb dat ooit ergens gelezen in de top 10 of zo. Top 10 beveiligste plaatsen. Vond ik altijd wel interessant om naar te kijken. En dat proberen wij dus ook. Stel, wij krijgen een oorlog met iemand in het huidige Antropia. Want of course is dat het eerste wat je verdedigt. Want dat is natuurlijk onze hoofdstad. Alleen onze hoofdstad is niet zo heel erg goed beveiligd. Want de muur is één dik en het is niet PvP gericht gebouwd. Meer voor de mooi, zeg maar. Alleen dat is dus niet te verdedigen, zeg maar. Dat kunnen we niet verdedigen. Dus we gaan daar wel starten, misschien. Ik weet niet hoe zo'n oorlog gaat, hoor, maar dit is gewoon waar ik dan vanuit ga. Dus dan start je, zeg maar, in Antropia. De vijand dringt binnen, of course, want het is niet beveiligd. De zee ligt gewoon open, kun je gewoon naar binnen varen. En die muren zijn één dik, dus daar hak je zo doorheen.
Dan kunnen wij er dus voor kiezen om die spoorlijn in te rennen, waar ik net doorheen ben gegaan. En daar kun je dan de tunnel in laten storten met zand en zo. Als wij gewoon zand in het dak stoppen, TNT eronder en dat stort allemaal naar beneden. Dan heeft de vijand in ieder geval vertraging. En dan kunnen wij dus zeg maar met z'n allen dit fort inrushen. En dan kunnen we dit verdedigen. Want dit is wel makkelijk te verdedigen natuurlijk, omdat het hoge muren heeft. En ja, dat is dus het idee van dit fort. Er zijn nog een paar plaatsen die ik wil laten zien. En dat is... Nee, dit is niet zo interessant. Dit stuk. Dit is zeg maar... Het plekje waar David toen die grot inging. Dat is hier zeg maar. Dit is die grot. Hier stond dan een toren. Toen heb ik hier ook nog zo'n balkonnetje gebouwd. Maar dat hebben we dus ook weggehaald. Want de toren was ook vervallen. Hier is Empire toen naartoe gevlucht. Die is hier naar beneden gesprongen. In dit gat. Heeft hij overleefd helaas. Maar hier komt dus ook nog een toren. Uitzicht op dit stuk van de zee. Dus we hebben eigenlijk op elk... Overal om ons heen hebben wij wel zicht in principe. Dus dat is ook weer een tactisch punt. Dan is er in principe nog één dingetje wat ik wil laten zien. En dat is het gat wat hieronder zit. Ik was gisteren een beetje aan het rondrennen. En toen sprong ik zeg maar hier van de rand af. Niet hier hoor, moment. Toen sprong ik hier van de rand af. Nee, ook niet. Nee, hier. Toen sprong ik hier van de rand af. En toen sprong ik over dit gat heen. Dit gat gaat, dat is zeg maar wat je daar beneden ziet, is het... Is de cave waar David toen met Dylan en Sven volgens mij heen is gegaan. En waar ze die god toen tegen zijn gekomen ofzo. Dat is dus daar beneden. En daar sprong ik overheen. Dus was ik weer bijna dood. En het idee van dit gat is dus zeg maar om er een soort van duikplank boven te maken. Om zeg maar je Nava ofzo bijvoorbeeld. Zeg maar dat komt langs. Of een Malzan waar we dan ruzie mee kunnen krijgen. Komt langs en we capture iemand ofzo. Of we nemen iemand gevangen. Dan gaat hij lekker de kuil in. We weten nog niet of we de water onderin plaatsen, waardoor je het zeg maar wel overleeft. Maar ja, dan zit je nog steeds vast. Of we je gewoon meteen dood laten vallen. Dat is zeg maar... dat bepalen we dan wel. Maar dat is in ieder geval Entropia Island. En meer is er eigenlijk nog niet gebeurd in de tussentijd. Ik zou nog vertellen wat je eigenlijk een beetje kan verwachten van Kingdom 1. David zou dadelijk gaan livestreamen. En we zouden een of andere tocht gaan maken, maar dat gaat niet meer door blijkbaar. Want het is heel heet de laatste tijd, dus computers vallen sneller uit door de hitte. En het idee zeg maar is om terug te gaan naar Midisti. Maar in ieder geval, dat is dus wat je kan verwachten van Kingdom. Ik zie dat mijn opname bijna uitgevallen. Dus ik ga hier afsluiten. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op Westgame? Abonneer dan even. En dan check ik jullie heel graag later weer. Ciao!